Meneer Breukelman van het CDA in Hardenberg, u heeft een hele fijne avond volgens mij. Ja, zeker weten. We zijn weer veruit de grootste partij hier in Hardenberg. We hadden er nu 9, we hadden gehoopt op 10 en misschien wel gedroomd van 11. Het zijn er ruim 11 geworden en daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. En wat is nou het succes dan van deze overwinning? Ik denk dat het succes van CDA in Hardenberg is dat wij kandidaten hebben uit echt alle windstreken van onze gemeente. Mensen zijn toch op zoek denk ik ook naar een lokaal geluid en daarmee denk ik dat wij als CDA... Ja, de lokale partij van Hardenberg zijn en ook de lijntjes naar het provinciale en landelijk hebben. Dus dat is echt een pluspunt. Ja, want dat merk je wel, in heel veel gemeenten vieren de lokale partijen de overwinning. Hier is dat anders. Ja, op koers heeft het natuurlijk hartstikke goed gedaan. Maar jullie hebben gewoon ingezet op echt lokale gezichten. Ja, inderdaad. We hebben geprobeerd om in alle kernen die Hardenberg rijk is, om daar kandidaten te vinden voor het CDA. En dat is blijkbaar ook wel zijn vruchten afgeworpen. De collega die nu met jullie in de coalitie zit, het ChristenUnie, ja, die heeft wat in moeten leveren. PvdA heeft wat in moeten leveren. Kun je nu als partij al denken van, nou, hoe ga ik het straks misschien vormgeven? Of is dat nog te vroeg? Nou, ik denk dat we vanavond als CDA eerst eens dit succes willen vieren. Ik heb wel gezien dat de ChristenUnie de tweede partij van Hardenberg blijft. Maar we gaan vanavond vooral dit succes met elkaar vieren. En dan zullen we na vandaag eens verder moeten kijken van wat nou logische meerderheden zullen zijn voor Hardenberg. En op koers, de lokale partij die het toch goed heeft gedaan. Is dat een partij waar u als CDA mee kan samenwerken? Nou, die samenwerking is er tot nu toe nog niet geweest. Maar we zullen daar gewoon in gesprekken moeten kijken waar de overeenkomsten en de verschillen zitten. En ja, dat proces gaan we echt pas over een paar dagen opstarten. Dus dat volgt nog. Nu eerst feest, champagne en elkaar flink de handen schudden. Zo is dat. Er valt voor ons zeker wat te vieren wat dat betreft. Dus daar gaan we nog een gezellige avond van maken.